Ja, absoluut. En jij bent Theo. Hartelijk welkom, we gaan dat doen zoals dat moet. Prima, hartelijk welkom. Vlot gevonden. Ja. Dan zijn we er klaar voor, hè? Pater, hoe mag ik jou noemen? Gewoon Theo, hè. En is daar een verhaal achter, Theo? In Nederland klinkt dat niet zo goed, maar in het Frans, als ik in Afrika was, dan vragen de mensen nogal regelmatig, is het Théophile of Théodore? En dan antwoordde ik ook met dezelfde regelmaat, Théophile pendant la journée et Théodore la nuit. Dan moest iedereen lachen en dan was het afgelopen. Dan wisten ze hoe ik heette. Theo, wie bent u eigenlijk? Ik ben, dus om het kort te zeggen, ik ben Limburger. Ik ben geboren in Houthalen. Ik heb heel mijn leven in Heppen, Polsburg, doorgebracht. Ja. De tijd dat ik in België geweest ben, hè, want ik ben dus jaren in Afrika geweest. Maar ik ben dus nu sinds anderhalf jaar ben ik hier in de gemeenschap van oudere paters hier in Antwerpen, Keizerstraat nummer 25. Dus waar 18 witte paters, confraters, die allemaal jaren in Afrika geweest zijn, op rust zijn en nog links en rechts dienst bewijzen, zolang dat ze kunnen en dat ze willen. Dus voilà, ik ben daar de verantwoordelijke van sinds anderhalf jaar ongeveer. Dus ik ben 50 jaar priester geworden vorig jaar. Proficiat. Op die 50 jaar heb ik er 37 effectief in Afrika doorgebracht. 21 in Burkina Faso, 10 in Ivoorkust en nu 6 in Togo. En als ik u even mag onderbreken, ik begrijp dat u toen vertrokken bent zonder te weten waar je eigenlijk terecht zou komen. De eerste keer moet ik zeggen, je krijgt toch wel een benoeming voor een bepaalde plaats. Hè. Dus wij mogen na onze wijding, of voor onze wijding al, drie voorkeuren geven. Drie voorkeurlanden of drie voorkeurstreken in Afrika. En dus voilà. Bon. Ik heb mijn voorkeurstreek gekregen. Ik ben dus naar Burkina vertrokken. Dat was tenminste in de richting waarin mijn voorkeur ging. En dan inderdaad, mijn eerste aankomst in Afrika, dat was zo'n shock. Alleen op het vliegveld dan, hè. Dat is goed. Dan ik moest een tussenlanding maken en verblijf een paar dagen in Niamey, in Niger, voordat ik tot in Burkina kon aankomen. Maar als ik die straat zag, die mensen met hun... Ik zeg, jongens toch, waar ben ik hier aangekomen? Ik zeg, als er een vliegtuig langs had gestaan, dan was ik onmiddellijk terug vertrokken. Dat is toch wel... het was heel nieuw, heel totaal nieuw. Maar en dan, dat is heel vlug veranderd. En ik ben een paar weken later, maanden later, woonde ik bij mensen in de Broesen om de taal te proberen te leren en zo verder. Dus dat is heel vlug verlopen. Maar de eerste ding, eerste contactname was echt een shock. Zoals je dan zegt, ik moet... Wat ik hier zie, dat zijn allemaal heel mooie toeristische plaatjes. Als je een fotograaf bent, is dat magnifiek. Maar ik moet met die mensen gaan leven. Dat is iets heel anders. Hè. En, voilà. Maar dat is goed voorop. Dan ben je daar thuis gekomen? Ja, absoluut. Stilletjes aan. En dan die verschillende landen ook. Hè. Dus, ik ben nu drie verschillende landen jaren geweest. En dat is telkens weer opnieuw iets anders. Hè. Dat is ook Afrika. Maar sommige mensen zeggen soms, ja, ik ben in Afrika geweest, ik ken dat. Ik ken er niks van. Hè. Er zijn Afrika, met een S in meervoud, Afrika's. Elk land is, en dan binnen elk land nog, elke streek of elk etnie die daar woont. Dat is niet alleen een andere taal, maar dat zijn ook andere gebruiken. Het zijn andere culturen. Dat is totaal verschillend. Dus telkens is dat een opnieuw beginnen van niks. Niet helemaal van niks, maar toch. Maar opnieuw beginnen betekent ook dat je vaak afscheid hebt moeten nemen. En hoe ging dat dan in zijn werk? Afscheid nemen is voor mij altijd heel hard geweest. En waarom? Omdat ik ben eigenlijk een huismus. Hè? Dan denk ik serieus, ik ben graag thuis. Ik heb een familie, we zijn niet met velen. Ik hou van die familie, ik hou van België. Ik heb tijdens die enkele jaren dat ik in België ook gewerkt heb, in naam van onze sociëteit,
veel kennissen gemaakt, veel vrienden gemaakt. En dat afscheid is telkens heel, heel hard geweest voor mij. Tot de laatste keer toe. Want de laatste keer als ik vertrok, toen wist ik dat ik na 3 jaar zou terugkomen en dat het dan definitief zou zijn om hier te blijven. Want ze hadden mij toen in Antwerpen al gevraagd hier. En, maar dat neemt niet weg. Dan nog, ik weet nog, we hadden een afscheidsfeestje met de leden van onze familie. Ergens in een restaurantje, gewoon een etentje. En op het einde was ik nog vol emotie om te zeggen, kijk, hier raak ik er niet aan gewoon. Afscheid nemen voor mij is altijd heel, heel hard geweest. En dan, vooral tot het moment dat uw ouders nog leven, hè, je ziet die het begin, als je vertrekt, dan zijn die nog relatief jong. Dan is dat, dan is het hard, maar dan weet je dat je elkaar nog gaat terugziet in normale omstandigheden. Terwijl die worden stilletjes dan ouder. En dan bij elk vertrek is dat, hè, in de luchthaven, als je afscheid neemt, dan is het zo. Zonder dat te zeggen, niemand zegt dat, maar iedereen denkt eraan, zullen we elkaar nog terugzien. Ja. Dat zijn toch moeilijke momenten. Ja, ja. Dat is altijd heel moeilijk geweest voor mij, tot het einde toe. Want in het Frans zegt men partir, c'est mourir un peu. Dat is inderdaad zo. Dat heb ik altijd heel sterk aangevoeld, dat het niet gemakkelijk was. Maar als je dan telkens opnieuw dat afscheid hebt moeten nemen, met al die emoties en dat verdriet erbij, wat is dan volgens jou de taak die Jezus, die de Heer Jezus voor jou heeft voorzien, die jij hebt ontvangen van de Heer Jezus? Ik denk dat het heel eenvoudig de taak is van missionaris te zijn, van over hem in andere landen en meer bepaald in Afrika te gaan spreken, hem te verkondigen. Ik denk dat dat mijn eerste roeping geweest is. Ik heb daar veel tijd over gedaan om te weten juist wat hij van mij verlangde. Want als men mij vraagt eigenlijk waarom zijt je priester missionaris geworden, dan zou ik zeggen gewoon omdat God het mij gevraagd heeft. Ik heb daar lang moeten achterzoeken om dat te weten. En ik heb ook persoonlijk heel lang geaarzeld om mij definitief te engageren, omdat ik ben van het perfectionistische type zo. En ik vond dat ik nooit niet goed genoeg deed wat ik moest doen, dat het nog beter kon. En dan op zekere loop trouwens heb ik willen afhaken, gewoon zeggen ik kan dat niet, ik kan dat niet aan. En dan heb ik wel een goede wijze geestelijke leider ontmoet toen die mij gezegd heeft, nee, ik ga een keer goed nadenken. En ik wist in mijn binnenste dat het verkeerd was. Maar ik had er genoeg van niet te kunnen beantwoorden aan hetgeen ik mijzelf oplegde in feite. Hè. Niet wat God mij oplegde, maar wat ik mezelf wilde opleggen. Dat is wat. En dus ik ben dan heb me toch geëngageerd. En ik heb daar nooit geen enkel moment spijt van gehad. Ik ben heel gelukkig geweest. Het is toch de ware wijze die aan zichzelf twijfelt. Hè? Ja, dat weet ik. Maar in elk geval, nee, ik vind dat nog altijd ook tegenover andere mensen. Hè? Andere mensen die ik soms begeleid om te zien wat hun levensstaat zal zijn of zo verder. Ik vind het altijd belangrijk van te aarzelen. Ik heb altijd schrik van mensen die rechtuit, boef erop, die echt weten wat ze moeten doen en wat God van hen vertraagt. Dat is duidelijk en klaar. Mensen die komen en die zeggen, ik heb roeping. Ja, dan heb ik daarna hoestig om te zeggen, nee, ik heb geen roep. Ja. Dat is een beetje, ja. En voor mij is dat het tegenovergestelde geweest. En ik ben heel content. Omdat daarna, het leven gaat verder. Hè. Daar kunnen nog moeilijke momenten komen. Daar kunnen ook aarzelingen komen daarna. Of je kunt nog verliefd worden, noem maar, zeg maar op. Hè. Er is nooit niks te laat voor niks. En dus, voilà. Maar dan weet je wat de aarzelingen die je hebt meegemaakt en dan weet je, dat kan ik zeggen bij mezelf, ik heb gekozen. Het is niet toevallig dat ik hier sta. Ik heb op zeker ogenblik in kennis van zaken gekozen. En ik vind dat belangrijk. En mensen die zo zeker zijn, daar heb ik altijd een beetje schrik van. Zeg, en heb jij soms ervaren dat grimmige wolven de kudde van de kerk binnendringen? Weerstand, tegenslag, pijnlijke momenten? Ik zou zeggen, wat mij nu op dit ogenblik pijn doet, dat is dat ik de indruk heb dat er grimmige wolven zitten tot in de hoogste regionen van de kerk de dag van vandaag. Als je ziet dat er mensen van de curie zijn die Paus Franciscus willen afbreken en die hem zijn sociaal engagement enzovoort, zijn engagement voor de ecologie enzovoort, die hem dat verwijten, dat ze willen terug naar die rigoureuze regeltjes van het kerkelijk rechtelijk, weet je wat nog allemaal.
Dus dat vind ik toch erg spijtig. En die zitten nu helemaal bovenaan. Hè. Zelf persoonlijk heb ik dat niet zo erg meegemaakt. Alhoewel, ja, er is altijd, moet ik zeggen, de mensen zijn ook wel soms geneigd van iets anders te zoeken achter uw engagement en zo. Bijvoorbeeld nu, ik ben in Togo. Dat was mijn laatste missie. Ik ben daar 6 jaar geweest en we waren daar niet aanwezig. We hebben daar dus een nieuwe stichting gedaan van de Witte Paters. Na een zekere tijd hebben wij vonden dat fantastisch dat er een groep was waar wij raad konden krijgen. Maar dan stilletjes aan hebben we ook ingezien dat eigenlijk die mensen achter ons andere voordelen zochten. Is er geen job voor mij hier, kan ik niet dit en dat. En het is op de duur een beetje uitgedraaid zo dat zij de mensen een beetje opruiden tegen ons. Wij vroegen aan de mensen van mee te helpen. Ze zeggen, kijk, volgende zondag om 3 uur in de namiddag, want de zondag was iedereen vrij. In de week heeft iedereen wel iets te doen, maar de zondagen zijn de mensen vrij. En die namiddag allemaal op de chantier om dit of dat te doen. Die kwamen in massa op, hè. En dan zijn die stilletjes aan die vroegere verantwoordelijken beginnen tegen die mensen te zeggen, die paters hebben geld genoeg, we zien niet in waarom dat wij moeten komen werken enzovoort. Terwijl wij tegen hen zeggen, ook als we geld zouden hebben om alles hier te bouwen, hetgeen niet het geval was, dan nog zouden wij aan u vragen van mee te werken met ons. Dat het uw kerk zal zijn, het zal uw huis zijn, het zal u. Ja. En dat is, maar de mensen hebben niet toegegeven aan dit, maar dat was toch wel een beetje, ze blijven confrontatie met de grimmige wolf in de kudde. Ja, ja. Theo, ik ga je 3 uitspraken voorleggen en ik zou graag willen, als je dat ziet zitten, of je wil reageren. En de eerste is, en ik citeer, je moet geen goud, zilver of kleding van iemand verlangen. Je moet met je handen voorzien in je eigen behoeften. Ja, dat is goed. In de mate van Paulus heeft dat gedaan. Hè. Ik denk dat zijn job, zijn werk van tentenmaker ook misschien dat mogelijk maakte, dat hij dat kon doen. Hij kon met mensen spreken terwijl hij zijn zaken verder deed. Ik denk als je in de pastoraal staat, als je overal op verschillende plaatsen moet rondrijden om catechese te geven of ik weet niet wat, is dat niet zo evident om ook tegelijkertijd je eigen veldje te hebben of ik weet niet wat, waar je kunt winnen. Wat we wel trachten te doen, dat was toch wel in de mate van het mogelijke voorzien in een bepaald soort zaken, gelijk als mijn laatste ervaring was dat, hadden wij een veld van inyam, dat is zo'n soort, dat is typisch voor die Afrikaanse landen daar, zo gelijk als bieten zo. Hè. En ja, dat was een van onze confraters, die had dat als hobby, die werkte daarin. Dan aten wij, tenslotte aten wij legumen enzovoort van onze eigen kweek. Dus in die zin is het wel goed dat je dat kunt doen in de mate van het mogelijk. Maar dat is niet altijd praktisch mogelijk. Ja. Aan de andere kant is het ook zo, als je je goud of zilver of kleding moet krijgen van andere mensen, dan riskeert je daar ook van een zekere pressie te krijgen op u. Hè. Dus die mensen kunnen ook bepaalde zaken willen doordringen die misschien niet zo evangelisch zijn. En omdat ze weten dat jij van hen afhangt. Je bent minder vrij, je bent meer onafhankelijk als je inderdaad in je eigen bestaan helemaal totaal kunt voorzien. Het is een ideale positie, laat ons zeggen. Maar het is in praktijk is dat niet zo gemakkelijk van te realiseren. En nu ga ik waarschijnlijk een open deur intrappen. Je moet de zwakken helpen. Dat is, ja, inderdaad, dat is zo'n open deur. Als je dat niet doet, dan zit je langs het evangelie natuurlijk. Ja. Hè. Dat is eigenlijk fundamenteel voor het evangelie, dat je naar de zwakken gaat en dat de zwakken de voorkeur krijgen. Jezus heeft niks anders gedaan dan dat in heel zijn leven. Hè. Met al en er waren er toen heel veel, het hele systeem van de organisatie in de tijd van Jezus, daar waren heel dingen bij. Dat stoot enorm veel mensen uit, omwille van hun beroep al, waren er die onzuiver waren omwille van hun beroep. Anderen waren onzuiver omwille van hun relaties of omdat ze de wet niet kenden. Of ik weet dat er waren enorm veel mensen uitgesloten. Die heeft Jezus allemaal ingesloten. Hè? Jezus heeft een pastoraal van naar zich toe trekken, van mensen terug integreren. Terwijl die andere was een exclusie.
pastoraal, als je zegt. En Jezus was het pastoraal van integratie van mensen. Van mensen beheerden, al die uitgesloten waren, de melaatse, de zondaar, de vrouwen, de kinderen, dat was allemaal maar bucht, zeggen ze bij ons, in plat. Dus bij Jezus waren dat de eerste, laat die kinderen toch makkelijk mee komen, want het koninkrijk is voor hen, die zijn zoals zij. Dus voilà, dat is inderdaad zo, de zwakke, dat moet prioriteit zijn en prioriteit blijven voor de kerk. En ik denk dat juist Franciscus in die zin echt op zijn plaats is en dat de aandacht daar regelmatig op trekt. Hij komt, hij heeft in die streken gewerkt daar in Zuid-Amerika, daar, hè, waar hij bisschop was, met arme mensen en slums en ik weet je nog allemaal. Dus hij weet wat dat is. En hij, dat is de optie die de kerk moet nemen. Als ze dat niet meer doet, dan... Is er geen kerk meer nodig? Ja, de kerk van, dan is het de kerk van Jezus niet meer. Dan trekt ze misschien nog een beetje op, maar dan is het niet... Om echt kerk van Jezus te zijn, moet je dat doen. En de laatste. Ja. Het is zaliger te geven dan te ontvangen. Dat is ook heel mooi. Maar ik zou dat willen nuanceren. Want ik heb bijvoorbeeld in Afrika... Je hebt meer dan het gemiddelde van de mensen. Hè. Je hebt bijvoorbeeld een auto of je hebt een motto. Je hebt meer middelen. En dus is het inderdaad geven, als je die mensen kunt helpen, dan is dat inderdaad heel goed en dat moet ook zo. Hè. En dan, daar heb je dan voldoening aan. Maar ik vind ook dat het belangrijk is dat je kunt krijgen van iemand. Ik kan er een voorbeeld van geven waar ik vandaag nog van ontroerd ben, de dag van vandaag. Ik ging ergens naartoe met een auto, een heel reis, ik weet niet meer juist waar naartoe. En onderweg zag ik een jong koppel staan, die deden mij teken om te stoppen. Ik stopte en ze zeiden mij of ik hen kon meepakken tot ik weet niet waar. Ik ging die richting uit en ik heb hen meegepakt. En ze zijn een heel eind met mij meegereden. En toen ze terecht waren voor hen, toen zijn ze uitgestapt en ze zeggen ja, we zouden iets willen geven. Maar we hebben niks. Ze hadden alleen een handvol kakoetten, aardnootjes, apennootjes. Dat was alles wat ze hadden. Ik zeg, geef maar. Jij hebt mij dat gegeven. Voilà, ik denk dat moet kunnen. Ja. Daar zit ook veel vreugde in. Dat je weet dat... Hè, want als je zegt, ik heb dat niet nodig. Ja, dan zijn die mensen die wilden iets doen. Die waren erkentelijk voor hetgeen ik gedaan had voor hen. Als je dat niet geeft, dat is just of... Doe maar, hè. Nee, ik denk de twee moeten in evenwicht zijn. Je kunt, het is natuurlijk plezant als je wat te geven hebt. En als je dat hebt, dan moet je inderdaad ook geven aan degenen die niet hebben. Maar van de andere kant is het belangrijk van te kunnen ontvangen. Want het is als je geeft, dan ben je in zekere mate superieur aan de anderen. Hè? Hij is minder. Dus hij, maar als je hem ook iets laat geven, dan wordt hij ook... Staat hij ook omhoog, hè? Voilà. In Afrika in elk geval heb ik dat moeten leren. Leren krijgen van mensen. Van mensen die niks hebben en die van het weinige dat ze hebben met u willen meedelen. Theo, bedankt. Ik vond dit een mooi en een zonovergoten, aangrijpend gesprek. Hartelijk dank. Dank u wel. Heer, laat mijn bidden tot u opstijgen als wierook. Mijn geheven handen u een avondoffer zijn. Laten we het even stilmaken om dankbaar te gedenken wat er vandaag gebeurde. Vervolgens wil ik ook jou uitnodigen om luidop iets te noemen waarvoor jij heel dankbaar bent. Ook ik zal dat doen. Dankbaar ben ik voor het getuigenis van de Witte Pater Theo Kaarts. De Witte Paters en de Schutisten die ooit, familie, vrienden,
hun thuis hebben achtergelaten en afscheid genomen om de grenzen op te zoeken en daar de handen uit de mouwen te steken. En ook voor de schutisten en de witte paters die nu vanuit de grenzen ons komen opzoeken om hun handen uit de mouwen te steken en onze grenzen op te zoeken. Loof Heer om zijn krachtige daden. Loof Hem om zijn oneindige grootheid. Loof God om zijn krachtige daden. Loof Hem om zijn oneindige grootheid. Wanneer we terugblikken op de dag die voorbij is, zien we ook de minder mooie kanten. De minder mooie kanten van onszelf en van het leven. Vragen wij om Gods heil en nabijheid. Doe ons, Heer, uw genade aanschouwen. Laat komen uw heil over ons. Doe ons, Heer, uw genade aanschouwen. Laat komen uw heil over ons. En vandaag lezen we uit het Hooglied. S'nachts op mijn bed zoek ik mijn zielsbeminde, maar hoe ik ook zoek, ik vind hem niet. Ik sta op, doorkruis de stad, zoek op pleinen en straten naar mijn zielsbeminde, maar hoe ik ook zoek, ik vind hem niet. Ik kom de wachters tegen die de stad doorkruisen. Hebben jullie mijn zielsbeminde gezien? Nauwelijks ben ik ze voorbij, of ik vind mijn zielsbeminde. Willen we samen deze tekst nog eens lezen? S'nachts op mijn bed zoek ik mijn zielsbeminde, maar hoe ik ook zoek, ik vind hem niet. Ik sta op, doorkruis de stad, zoek op pleinen en straten naar mijn zielsbeminde, maar hoe ik ook zoek, ik vind hem niet. Ik kom de wachters tegen die de stad doorkruisen. Hebben jullie mijn zielsbeminde gezien? Nauwelijks ben ik ze voorbij, of ik vind mijn zielsbeminde. Bewaar ons, Heer, als wij waken. Bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord uw dienaar heen gaan in vrede. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, die gij bereidt voor de volken. Het licht dat voor alle volkeren straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en in de eeuwen der eeuwen. Bewaar ons, Heer, als wij waken. Bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Heer, wees gij ons licht in de nacht. Laat ons in vrede slapen, zodat wij ons weer met vreugde oprichten bij het aanbreken van een nieuwe dag. Door Christus, onze Heer. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.